Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een werkbezoek gebracht aan de land- en tuinbouwsector op Voorne-Putten. De koning kreeg onder meer een rondleiding op boerderij Van de Poel, loonbedrijf en akkerbouw in Abbenbroek. Ja, maar ook leuk om hier op deze locatie gewoon te laten over akkerbouwen. De koning sprak met de eigenaren van het bedrijf over hoe zij de coronacrisis het hoofd proberen te bieden. Tijdens een rondleiding op de boerderij zag de koning onder meer de voorraden aardappels van het boerenbedrijf die zijn blijven liggen door het wegvallen van de afzetmarkt. Na het bezoek aan familie Van de Poel ging koning Willem-Alexander in gesprek met Agrarius en LTO Nederland over de gevolgen van de coronapandemie op de akkerbouw en groenteteelt. En aansluitend sprak de majesteit met diverse betrokkenen over de invloed van veranderingen in het gedrag van consumenten op de productie en de afzetmarkt van akkerbouwers. Dus jullie zijn voor bieten, ben je dan gewoon dit van de corporatie, maar heb je dan een minimum hoeveelheid bieten wat je per jaar dan in moet brengen? Of wordt het gewoon... Nee, je hebt een levering. Ja. Hoeveel...